Chardonnay is een hele neutrale druif. Doordat het zo'n neutrale druif is, kan een wijnmaker er alle kanten mee op. Als je het over Chardonnay hebt, dan kun je echt van alles verwachten. Uit zichzelf heeft een Chardonnay een beetje meloen-appel associaties. Waar veel mensen Chardonnay van kennen, is meer die botersmaak en vanille. En echt meer dat wat vollere. Tropische fruiten, denk aan ananas, guave. Je kan ook dingen wat ze mineralig noemen, dus dingen als hooi, hè, gras, bijna kiezelachtige smaken. Alsof je een hap schelpen neemt. Dus op het moment dat jij Chardonnay op het etiket ziet staan, dan weet je eigenlijk nog niet wat je aan smaak kan verwachten. De druif is de primaire smaakmaker. Dan heb je vervolgens de plek waar die in opgroeit. Koudere klimaten geeft een hele andere smaak en ook een andere bodem. En tot slot heb je nog de technieken die de wijnboer zelf kan toepassen. Als de wijn helemaal gemaakt is, kan hij bijvoorbeeld op hout worden gelagerd. En wat Amerikanen vaak doen, maar ook wel in Bourgogne, is het wordt op houten vaten gelagerd. En als die houten vaten bijvoorbeeld van Amerikaans eiken worden gemaakt, dan krijg je een ontzettende vanilletoet. Dus dat verschilt heel erg waar het vandaan komt. Chardonnay is wat je kunt noemen een echte wereldburger. Die heb ik gejat van Huip. Vind me een wijnmakend land waar geen Chardonnay staat aangeplant. Ik geloof dat het een van de meest aangeplante witte druiven ter wereld is. Ze wordt ook wel oneerbiedig, omdat ze oneerbiedig wel het sletje onder de druiven wordt genoemd. Chardonnay past zich aan de verschillende weersomstandigheden, klimaat, bodemsoorten. Zelfs in Nederland wordt Chardonnay wel verbouwd. Het was een hele bekende druif omdat hij in de Bourgogne werd gegroeid. En witte Bourgogne was het summum van witte wijn. En tegenwoordig wordt hij ook in Amerika gegroeid, in Californië, maar ook nog daarboven in Nieuw-Zeeland, Australië, dat wat we Nieuwe Wereld noemen. Over de hele wereld proberen ambitieuze wijnmakers het Bourgogne, de oude Bourgogne, te kopiëren. Of ze maken een eigen nieuwe stijl, zoals je ook in Californië ziet. Ik denk dat een van de leuke dingen is dat er ooit een wijnproeverij geweest is in 1976. En dat werd georganiseerd in Frankrijk. Daar werden Bourgognes blind geproefd, maar ook Californische wijnen. Daar waren alle Franse wijnbobo's bij. Nou ja, number one was mooi een Californische wijn. Dat was natuurlijk een grote schande. Toen kregen de Fransen wel een behoorlijke tik op hun neus. En sindsdien is de nieuwe wereldwijn eigenlijk ook sky high gegaan. Chardonnay werd op een gegeven moment synoniem aan die hele zware verijkte stijl. Dat is eigenlijk dus jammer, want er zijn heel veel prachtige Chardonnays die helemaal niet die stijl hebben. Chardonnay kan je altijd verrassen.